Oké, ik stel voor dat we beginnen. Dus Isla Drieën, hartelijk welkom bij dit webinar. Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Naar de titel van, gelijknamige titel van de bestseller van onze hoofdgast vandaag, onderzoeksjournalist en auteur Huib Modderkolk. Hartelijk welkom, Huib. Dankjewel. En als co-referent ook aanwezig in deze digitale ruimte is Sikko van der Meer. Cyber-expert bij het Klingendaal Instituut. 75.000 stuks verkocht van dit boek. Dat raakt dus iets aan. Nieuwe aangevulde herziene editie is gisteren verschenen. Het boek zelf in de kerstvakantie gelezen. Het is eigenlijk digitale voorlichting. Digitale kennis die iedere burger zou moeten krijgen en overdenken voordat hij zich overgeeft aan de geneugten van smartphones, smart TV's, internet en digitale communicatie. Hè? Doordat we zo dol zijn op die digitale ruimte, daar zoveel data gemerkt en ongemerkt in delen, zijn we eigenlijk kwetsbaar geworden. En machtige actoren gebruiken dat digitale domein als nieuwe jachtvelden, hè? Als een nieuw werkterrein, waardoor dreigingen zijn ontstaan, waar de meeste burgers zich niet ten volle bewust van zijn. Het is oorlog, maar niemand die het ziet. In dat digitale domein waarin de mogelijkheden onbeperkt zijn en de regels onduidelijk. Mooie zin uit het boek van Huib. Hoe interfereert dat nou met die COVID-19-crisis? Ik vond heel mooi het beeld van Dominique Moissy al vroeg in de coronacrisis. Die zei, die crisis is eigenlijk een versneller. Trends die al gaande waren, zoals de trends die Huib beschrijft in zijn boek, die zullen versneld worden in de periode waarin we ons heel erg richten op gezondheid, op het kerngezin, op isolatie feitelijk. In die tijd zal er een enorme versneller werkzaam zijn. En als er dan een vaccin is, als we uit die crisis komen, dan is het niet 2021, maar 2030. Dan komen we terug in een wereld die digitaler, Chinezer, minder westers, minder vrij, ongelijker, et cetera, is. Alle trends die al gaande zijn, zullen worden versneld, terwijl we er niet naar kijken. Niemand die het ziet. Het is ook een katalysator. In de chaos van de crisis is er meer ruimte voor shady cyberactiviteiten. En in het machtsvacuum dat ontstaat, zijn er meer mogelijkheden voor machtsgrepen. Het mooie is dat we met Huib en Sikko vanmiddag de gelegenheid hebben om die versneller even op pauze te zetten. En goed om ons heen te kijken onder hun leiding naar de dreigingen. De oorlog, die we niet zien, de versnelling die we niet zien, de katalyserende werking die we niet zien, om die wel te zien en te bespreken en te overwegen wat ons te doen staat. Daar hebben we een uur voor, dus we gaan compact zijn. Ik wil de Huib toch de gelegenheid geven om een klein kwartier ons bij te lichten. Waar hebben de ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar ons gebracht? Wat zijn de grote vragen van nu en waarom is het zo moeilijk daarover te spreken? Wat is de rol van Nederland, van de diensten? En hoe interfereert de coronacrisis met die dynamiek die zo trefzeker beschreven is in je boek? Hoe worden de geopolitieke spanningen gecatalyseerd door de crisis? Want het is een Klingendaal seminar, dus daar kijken we dan in het bijzonder naar. Sikko zal daar kort op reageren. En daarna hebben we een dik half uur om met de mensen in het webinar vragen aan te nemen. Daarvoor willen we graag de Q&A gebruiken. Dus dat is de vorm waar langs we kunnen communiceren. Verzoek aan de deelnemers aan het webinar om hun vragen dus in de Q&A in te typen. En dan zal ik jullie uitnodigen om vragen te stellen en jezelf te unmuten, zoals dat heet. Maar eerst Huib, mag ik jou de digitale vloer geven? Dankjewel, ja natuurlijk. Dank voor de organisatie hiervoor. Het zijn grote vragen waar we het over hebben. En dat is moeilijk om dat eventjes in 10 minuten neer te zetten. In het boek heb ik een,
een beweging proberen te schetsen. We zijn steeds afhankelijker van digitalisering. Nou, dit is een mooi voorbeeld. Dat werkt op heel veel plekken ontzettend goed. Laat dat ook duidelijk zijn. En het is niet zo dat digitalisering betekent dat je kwetsbaarder bent. Ik denk wat het betekent is dat het een aantal risico's met zich meebrengt. En dat het moeilijk is om die risico's inzichtelijk te maken. Omdat vaak die ondoorzichtig zijn. In het boek heb ik daarom geprobeerd om in een vogelvlucht, middels vaak aansprekende casussen, de schaduwkanten van die digitalisering te laten zien. En hoe ook geheime diensten daar gebruik van maken. En heel grof gezegd gaat dat van spioneren, dus het opslurpen van steeds meer data en de mogelijkheden daartoe. Dus een veranderende schaal voor het opslurpen van persoonlijke data. Naar hacken en uiteindelijk naar het inzetten van sabotagemiddelen. Dus het als wapen ook kunnen inzetten. Dat is de hele grote lijn. Dat ga ik niet opnieuw hier herhalen. Daarvoor moeten mensen het boek lezen. Maar ik denk waarom het nu relevant is, dat ik vier consequenties zie. Dus waar leidt dit nou toe? Daar komt het eigenlijk op neer. En ook waarom is het relevant om daar nu op te letten tijdens inderdaad een crisismoment. Het eerste element, denk ik, is dat het tot een herwaardering leidt, of moet leiden, van het begrip openheid of transparantie. Dat is een heel westers gegeven. Wij in Nederland vragen daar vaak om. Laat een overheid heel open zijn, laat een overheid transparant zijn. Dat vinden we goed. Maar de vraag in deze digitale wereld is, dat er komt een soort spanning om dat begrip heen, omdat de vraag is of dat wel zo goed is. Ik zal een aantal voorbeelden geven, drie voorbeelden. Eerste is, stel nu dat de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst van Nederland, de MIVD, ziet of een positie heeft waardoor het ziet dat een land als Iran de Verenigde Naties aanvalt. Wat moet je dan met die informatie doen? Dan zou je zeggen, nou, je moet het publiek informeren. Of je moet de Verenigde Naties waarschuwen. Het probleem daarmee is dat als je dat doet, dat je eigenlijk vrijwel zeker die positie kwijt bent. Dat je niet meer kan zien wat Iran aan het doen is. Dat is een groot nadeel voor de Nederlandse dienst. Dus uiteindelijk kun je het beter niet zeggen, want dan kun je in ieder geval zien wat Iran op dat moment aan het doen is. Dus dat is een dilemma. Een ander voorbeeld. Drie weken geleden publiceerde de overheid van Montenegro een tweet waarin ze Nederland bedankte voor de steun bij een vrachtvlucht met vol beschermingsmiddelen in deze coronacrisis. Daar kwamen, dat was dus een tweet van Buitenlandse Zaken van Montenegro, denk ik. En daar kwamen allerlei reacties op. En heel snel zag je dat het frame was, ook bij verschillende nieuwsites, van Nederland heeft beschermingsmiddelen gegeven aan Montenegro kennelijk, terwijl we zelf tekort hebben. En nou, dat is een verontrustend frame. Dat is ook een verontrustend bericht. Daar zou ik ook op aanslaan. En ik kreeg dat ook van vrienden weer doorgestuurd. Van, hé, wat is hier aan de hand? Wij hebben een tekort en we geven dit nu weg aan Montenegro. Waar zijn we nou mee bezig? En dan is het heel belangrijk om de achtergrond van zo'n bericht te kennen. Of van zo'n tweet te kennen. Maar daarvoor is de tweet zelf niet voldoende informatie. Dus ik ben daar ook achteraan gaan. Wat is hier nou aan de hand? En het bleek uiteindelijk dat Nederland logistiek had geholpen om de vrachtvlucht mogelijk te maken. Dus niet om de beschermingsmiddelen weg te geven, maar meer, dus die beschermingsmiddelen waren ergens anders gekocht, maar om de vlucht zelf mogelijk te maken. En een van de redenen waarom Nederland het belangrijk vindt om dat te doen, is juist om te voorkomen dat bijvoorbeeld China of Rusland een NAVO-land gaat helpen en daardoor in de invloedssfeer komt. Maar je hebt de openheid van Montenegro creëerde juist een wantrouwen hier. Nou, een laatste voorbeeld is van vorige week, minister Ollongren, die zegt, ja, ik maak mij zorgen over Russische desinformatie. Dat heeft zij eerder gezegd, dat is een stokpaardje van haar. Maar daar, het is heel moeilijk om daar voorbeelden bij te geven. Dat is enerzijds logisch, want die voorbeelden, dat zou iets zeggen over de positie of wat de kennis van de geheime diensten. Maar aan de andere kant, als je dat niet doet, en dat zag je hier ook, dan krijg je een tegenreactie. Dus je zag de Russische ambassade, denk ik, in Nederland,
die had een vrij uitgebreide reactie met, ja, als er, kijk, dit is de zoveelste keer en als er geen voorbeelden worden gegeven, ja, dan kunnen wij er niks mee doen. En dat is, dat is ergens ook een heel legitieme reactie. Maar dat is dus de moeilijkheid. Nou, dat, dus een veranderende verhouding tot openheid. Dat is één. Het tweede is dat de rol van inlichtingendiensten zelf aan het veranderen is. Inlichtingendiensten, heel algemeen gezegd, die verzamelen inlichtingen en geven dat aan hun opdrachtgevers. Aan de defensie of aan de politiek om daar iets mee te doen, om daarna te handelen. Je ziet dat door het digitale domein, wat een domein in conflicten is geworden, dat de rol van inlichtingendiensten zelf ook is veranderd. Omdat zij veel meer in de frontlinie daardoor komen te staan van dat soort conflicten. Als de AIVD aan het hacken is, een Russische hackersgroep aan het hacken is, wie houdt daar dan toezicht op wat ze daar eigenlijk doen? En wie bepaalt of ze ook iets kapot mogen maken? En hoe is de toezicht daar geregeld? Dat zag je bijvoorbeeld ook met de schermutselingen tussen Iran en de Verenigde Staten dit afgelopen jaar. Dat, normaal gesproken was er een soort opbouw tot een oorlog en dan op een gegeven moment, ja, dan wordt het militair. Nou, daar was eventjes sprake van, maar vervolgens zag je dat het eigenlijk weer verder ging in het digitale domein. Dus de Amerikanen vielen een database aan van de Republikeinse Garde, waardoor ze niet meer wisten welke schepen precies daar in de buurt zouden komen om die te gaan kapen. En de Republikeinse Garde ging weer reageren in de Verenigde Staten zelf. Maar dit zijn dus de inlichtingendiensten die dat aan het doen zijn. Dus zij komen daarmee in de frontlinie van conflicten te liggen. Een ander iets is, het derde punt, is een mogelijke ondermijning van de autonomie van landen. Dus je ziet dat wij worden afhankelijker van digitale producten uit landen, of digitale producten die wij zelf niet altijd kennen, en uit landen ver weg van ons. Dus ofwel de Verenigde Staten vooral, en in toenemende mate China. En dat maakt ons dus afhankelijk van producten die we niet kennen. Er is veel discussie over Huawei en over die Huawei-routers. Die zijn bijzonder complex en eigenlijk niemand in Nederland kent de precieze werking daarvan. Maar daar gaan wel onze data allemaal doorheen. En als je daar nou afhankelijk van maakt, dan maak je je ook afhankelijk van de technologische normen van China. En dan maak je je misschien uiteindelijk wel afhankelijk van de ethische normen van China. China dat in september... afgelopen september 2019 namens Huawei nog een plan neerlegde bij een internationale internetconferentie om het internet anders te gaan organiseren, namelijk top-down. Dus niet meer het internet van iedereen, maar laten we nou zorgen dat eigenlijk staten bepalen, de regels gaan bepalen op wat daar gebeurt. Dat zou China heel graag willen. Maar dat wil een land als Nederland niet. Daarnaast maakt het een politieke... en soms een heimelijke politieke beïnvloeding mogelijk. Staat ook nog in het jaarverslag van de AIVD, die daar expliciet voor waarschuwt, dat verschillende landen proberen om politiek te beïnvloeden. Middels sociale media, middels het binnendringen van ministeries, middels het proberen te sturen van het klimaat. Nou, een laatste aspect is, overigens doet Rusland dat ook heel actief het laatste jaar in bijvoorbeeld het noorden van Afrika. En het laatste punt is, en dat zie je ook nu weer terug, dat het heel moeilijk is in dit digitale domein om korte termijn winst te vergelijken met lange termijn verlies. Wat bedoel ik daarmee? Dus het lijkt altijd heel logisch om een nieuwe technologische uitvinding te gaan gebruiken, omdat je denk dat je daar op korte termijn heel veel mee wint. Maar het is moeilijker om te zien wat je er uiteindelijk mee verliest. Heel simpel voorbeeld, de inzet van gezichtsherkenning. Dus dat lijkt een nobel doen, een goed idee. Dus bijvoorbeeld in een voetbalstadion of op Schiphol, dan kun je ongewenste mensen er automatisch uitfilteren. Dus kun je zeggen, nou, als we die zien, dan krijgen we een signaaltje en dan komt hij niet het voetbalstadion in of dan komt hij niet op Schiphol. Maar als het uiteindelijk op de lange termijn betekent dat van iedereen bekend is waar die overal is, dan is er een ander probleem. Nou, en deze elementen zie je eigenlijk ook allemaal terug tijdens de coronacrisis. En daarom is het heel goed om op te letten, om daarbij stil te staan van, als we dit nou zien, zetten we een stapje verder op al deze ontwikkelingen of blijven we bij waar we nu zijn? Heel mooi, Huip.
Heel trefzeker, hè? Die vier consequenties die eigenlijk elk aanleiding geven voor een maatschappelijk debat, hè? En een politieke agenda op elk daarvan. Dus daar zullen we zeker op terugkomen in de uitwisseling. Zou je misschien nog iets kunnen zeggen over hoe die coronacrisis nou werkt als versneller of katalysator? Hè? Zie je dat? Je hebt er ook over geschreven in recente artikelen in de krant. Wat zijn versnellende of katalyserende mechanismen die je ziet? Ja, nou, ik denk dat je er een paar ziet. Dus China probeert het narratief over de crisis heel erg te bepalen. Dus meer dan voorheen, dus als ik de mensen die ik spreek, die daar deskundig op zijn, moet geloven. En dat doe ik dan maar even. Meer dan voorheen gebruikt China ook daarvoor desinformatie. En het is echt het actief verspreiden van complottheorieën. Als in, het zou een biologisch wapen van bijvoorbeeld de Amerikanen zijn. Heel actief ook op sociale media. Ook actief richting het beïnvloeden van het publieke debat. Dus het benaderen van journalisten en van andere sprekers in dat publieke debat, door middel van de ambassade. Dus China probeert echt dat narratief te framen, dat China hier oplossend werkt. Huawei kwam aan met 600.000 mondkapjes. Nou, dat is denk ik tekenend. Ja. Tegelijkertijd zijn het ook zelfs Europese landen die grijpen naar technologie. Dus die bezig zijn, die altijd bezig met zo'n data dashboard. We zijn bezig met een corona-app. Nou, dat was eigenlijk het medische domein. Dat was eigenlijk, als je dat een paar maanden geleden had gezegd, moeten we daar actieve data verzamelen of moeten we daar mensen gaan volgen zelf? Dan had iedereen gezegd, dat moeten we niet doen. Tenminste, ik denk het wel. En dat is nu bespreekbaar. Dat is ergens logisch, want we zitten in een unieke situatie. Ja. Maar de lastigheid met dit soort technologische dingen is dat als ze er eenmaal zijn, dat ze niet zo snel meer weggaan. En dat zag je ook na de vorige grote crisis, 9/11. Het duurde eigenlijk 12 jaar voordat de volle omvang van alle surveillance middelen bekend was. Na 9/11 leek dat een heel goed idee. Vond iedereen dat een heel goed idee, want je wilt de volgende aanslag voorkomen. Maar 12 jaar later was het toch best een grote schok om te zien van ja, dit kunnen die inlichtingendiensten dus inmiddels. En daar is een tegenreactie op gekomen. Maar het is zelden zo dat die technieken bestaan. Die zijn gemaakt. En die technologische mogelijkheden gaan niet meer terug. Dus daar is het ook goed op te letten. Ja. En werkt de crisis dan als een bijlichting? Dus dat mensen de dingen die jij hebt willen beschrijven in je boek juist scherper zien? Of juist niet? Hè? Dat heb ik me afgevraagd. Want ik heb de indruk dat het helpt. Juist hè, om die dingen... Mensen zien wat China probeerde hè, met die narratief beïnvloeding. En mensen zijn zich ook wel bewust geweest van de pros en cons van zo'n corona-app. Hè. Dus ik heb wel de indruk dat het ook aan jouw missie, niemand die het ziet, laat je bijlichten. Laat u mij u bijlichten, dat het juist wel helpt. Nou ja, ik denk dat er een grote, zeker onder jongeren, dat zag je bij de sleepnet referendum natuurlijk al terug, dat er bij jongeren een groot besef is van ja, privacy is een groot goed en dit kan je met technologie doen en als we nu iets toestaan, dan is dat voor waarschijnlijk een lange periode. En dat zag je in zekere zin ook terug bij de app. Dus de knulligheid van het proces was in eerste instantie schrikbarend. Aan de andere kant, en de snelheid die het ministerie wilde. Aan de andere kant is het feit dat er zoveel experts betrokken waren, ook goed ernaar wilden kijken en dat het ministerie uiteindelijk heeft gedacht, ja, dit kan dus niet zo snel, is weer heel bemoedigend. Want dat is precies de maatschappelijke tegenspraak die je volgens mij moet organiseren. Ja, ja. Dankjewel voor setting the scene. Sikko, ik weet dat jij onder de verschillende dingen die jij hebt gedaan ook gekeken hebt naar moeten er nou geen regels zijn voor dit spel? Hè? Het vrije internet, mogen we graag zeggen, maar als het zo vol dreigingen is, zijn er dan niet toch regels nodig? Top-down willen we niet, maar het Wilde Westen ook liever niet. Hè? Dus we zitten daar als Europa met zijn privacyregels toch wel... In de frontlinie van de discussie van willen we niet toch ook standaarden zetten, regels maken? Hoe is het daarmee gesteld?
Ja, goed punt. Dankjewel trouwens, Huik, voor je mooie uiteenzetting. Ik wil geen reclame maken, maar ook je boeken voor iedereen aanraden. Toegankelijk geschreven ook. En spannend. Ik wou je net eventjes aanhaken op het vierde punt dat Huik maakte. En die de lange termijn en de korte termijn ook. Waar ik vooral verbaasd over ben in de afgelopen jaren dat ik ook onderzoek doe naar dit soort kwesties, is waarom zoveel landen toch zo massaal blijven investeren in die digitale spionage, digitale sabotage, digitale oorlogvoering. Dus op korte termijn denk ik heel aantrekkelijk. Maar ja, op lange termijn, de Engelsen hebben een spreekwoord, als je in een glazen huis woont, moet je niet met stenen gaan gooien. En ja, je moet toch beseffen dat eigenlijk de hele wereld steeds meer afhankelijk wordt van die digitale technologie. Dus we wonen eigenlijk in een digitaal glazen huis. Als je dan cyberaanvallen gaat uitvoeren en dergelijke, ja, uiteindelijk kan het ook je eigen huis treffen. En het gekke vind ik dus eigenlijk dat we een gemeenschappelijk belang hebben. En je zou zeggen, elke moderne maatschappij is afhankelijk van digitale technologie. Waarom praten we niet met elkaar om die gevaren, die dreiging die eraan zit, hè, naast die hele mooie kanten, wat Huik terecht zei, waarom praten die mensen allen om die kwalijke kanten meer te beteugelen? Net zoals ze bijvoorbeeld hebben met het gebruik van kernwapens, chemische wapens, biologische wapens, landmijnen, clusterbommen. Daar hebben ook allemaal afspraken over. Hè, dat doe je niet in conflict. Maar ook bijvoorbeeld, wat ik altijd een mooie vergelijking vind, de luchtvaart. Hè, er zijn hele strenge veiligheidsnormen wereldwijd over waar vliegtuigen en dergelijke aan moeten voldoen. Waarom bestaat dat niet op het gebied van digitale technologie? Blijft gek, vind ik. Natuurlijk, er wordt al jarenlang over gepraat. Hè, bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties, waar verschillende werkgroepen ermee bezig zijn. Maar hè, om eerlijk te zijn, die werkgroepen zitten ook al jarenlang behoorlijk muurvast. Wat je vooral ziet, in mijn opinie, is dat de grote jongens, hè, dus de landen die echt voorop lopen, VS, Rusland, China, maar ook Israël, Iran bijvoorbeeld, Groot-Brittannië, die willen eigenlijk hun handen niet binden door dit soort afspraken te maken. Die denken, nou ja, dat komt wel een keer, maar op korte termijn hebben wij er belang bij. We lopen voorop, we kunnen doen wat we willen, dus we gaan echt geen afspraken maken hierover. Ja, dan zie je dat de kleinere jongens eigenlijk, hè, ook Nederland bijvoorbeeld, ja, wij willen eigenlijk liever regels, maar ja, zolang de anderen dat niet willen, moeten we eigenlijk een beetje meevechten. Hè, moet je ook gaan investeren in dit soort sabotage tools en dergelijke. En natuurlijk, ik moet er ook eerlijk bij bekennen, hè, afspraken is ook niet heel erg eenvoudig. Alleen al handhaving van afspraken is lastig in het digitale domein, want digitale wapens zijn onzichtbaar. Hoe ga je dat controleren? Dat is toch anders dan raketten en dergelijke. Maar soms heb ik ook het idee dat het investeren in dit soort digitale wapens, sabotage of ondermijningwapens, dat ook verslavend is een beetje voor landen. En ik vraag me soms af, hè, blijft het digitale domein nou het wilde westen, zoals Monica al zei, totdat het een keer echt misgaat? Hè, tot we wereldwijd echt een grote crisis zien die een echt flinke maatschappelijke impact heeft. En de vraag is natuurlijk een beetje, hoe komen we nou uit die spiraal van meer en meer investeren in dit soort digitale wapens, als je het zo mag noemen? Ik heb daar ook niet meteen een oplossing voor. Kijk, we moeten echt richting de-escalatie, denk ik. Want we zitten nu in een spiraal die op een gegeven moment uit de hand loopt, denk ik. En ook voor Nederland en voor de Europese Unie is dat een groot probleem natuurlijk. Hoe kunnen wij deze spiraal de-escaleren in ons eigen glazen huis? Ja, in mijn visie zit de sleutel toch nog op de lange termijn. Hè? Op korte termijn natuurlijk moet je investeren in verdediging en misschien ook wel in bepaalde digitale wapens als afschrikking van vijanden. Maar op langere termijn moeten we echt die gemeenschappelijke belangen wereldwijd gaan benadrukken. Hè, door onderhandelen, diplomatie. En dat is natuurlijk een lange termijn proces. Hè? Dat regelt niet op van de een op de andere dag. Dus dat is even terugkomend op Huik, de lange termijn en versus de korte termijn. Ik denk dat het op korte termijn heel erg verleidelijk is, ook voor landen als Nederland, om maar te investeren in ook meedoen in die wapenwedloop. Ook offensieve digitale acties kunnen uitvoeren. Hè? Spionage, misschien ook wel sabotage, misschien ook wel echt oorlog kunnen voeren. Als het maar te kunnen en dat te laten zien, waardoor je vijanden afschrikt. Maar ja, op lange termijn moeten we toch echt even een paar stapjes terugzetten en denken, jongens, we hebben hier met z'n allen een gemeenschappelijk belang. We moeten daarover praten en kijken of we toch met alle moeilijkheden van dien afspraak kunnen maken, waardoor we wereldwijd de dreiging van dit hele mooie digitale aspect toch kunnen doen afnemen. Nou, heel mooi, Sikko. Als jij als jonge diplomaat ergens zou mogen beginnen, waar zou je dan beginnen? Is er een domein waar je een
ondanks alle verschillen in de wereld, verschillende strategische belangen in de wereld, toch een gemeenschappelijke appreciatie zou kunnen vinden van dat niet, hè, zoals chemische wapens, dat niet. Bestaat er zo'n beginpunt? Waar zou jij beginnen? Of is er een andere manier? Waar zou je als diplomaat beginnen? Ik zou beginnen bij wat men noemt vitale infrastructuur. Dus energienetwerken, maar ook het internet zelf. Hè? De kern eigenlijk van het internet is toch ook een gemeenschappelijk goed wereldwijd, waar weinig mensen mee zonder kunnen. Dus ja, je kunt beginnen met dat soort, ik noem maar laaghangend fruit. Hè? Dingen waarvan iedereen zegt, het zou niet handig zijn om het wereldwijde internet plat te leggen. Om het energienetwerken plat te leggen. Daar kun je al een soort normen voor opstellen. Een soort regels die misschien niet per se gehandhaafd worden door een internetpolitie of zo. Maar het gemeenschappelijke belang. Maar ik moet er ook eerlijk bij zeggen, ik ben in het verleden ook betrokken geweest bij zo'n VN-werkgroep. Ja, je krijgt er de handen niet voor op elkaar. Toch de grote jongens weer die denken van, nu nog niet. Als de anderen ons een keer gaan inhalen, en die kunnen ook dit soort acties uitvoeren, dan gaan we misschien met regels komen. Maar voorlopig hebben de grote jongens echt belang bij dat Wilde Westen. Dan hebben ze hun handen vrij. Eerst een reality on the ground realiseren en daarna zien we wel weer. Is dat jou, waar zou jij beginnen als jonge diplomaat? Ja, ik ben journalist, dus dat is een hele andere rol. Stel je wat dus, of je gaf advies. Nou, ik vind het interessant om te zien waarom het inderdaad, waar het wel lukt eventueel. Dus je ziet in, Obama heeft het heel hard geprobeerd op een gegeven moment, met het vervolgen van, dus echt in kaart brengen van welke Chinese hackers zijn nou echt verantwoordelijk voor de heftigste aanvallen. Mm-hmm. En dan gaan we ze proberen te volgen. Nou, dat was een kansloze missie, dus daar zijn ze op een gegeven moment, zijn de Amerikanen mee gestopt. Mm-hmm. Toen zijn ze het gaan proberen van, kunnen wij de Chinezen iets bieden waardoor zij het aantrekkelijk vinden dat ze ermee stoppen. Toen is hij heel erg op de onderhandelingstoer gegaan. Als jullie nou stoppen, dan gaan we kijken of we gewoon deals kunnen sluiten. We kunnen gewoon zakelijke deals sluiten. Als wij bewijs blijven vinden, dan gaat dat niet door. Dat was een tijdje succesvol. China heeft dat soort deals ook gesloten met G5, G20. Dus dat leek een sneeuwbaleffect te genereren. Tot eigenlijk tussen 2015 en 2017. Toen klapte dat eigenlijk weer. En het begon mede door de Russische inmenging in Amerika. Waarop heel veel landen zeiden, dit werkt dus niet. En ook die vitale infrastructuur dus weer werd aangevallen. En sindsdien is het eigenlijk, zijn die afspraken heel erg moeilijk te maken. En dan moet ik ook bij zeggen dat Amerika daar een hele dubbele rol in speelt. Amerika is natuurlijk een van de landen die heel actief is online, digitaal. Ook in heel veel verschillende internationale, dat bleek ook uit de Snowden-documenten, maar bijvoorbeeld ook in het Swift-verkeer is geïnfiltreerd, waar het heel moeilijk is om ze daar uit te krijgen. En ook een land wat, zeker met Trump, zegt van, wij gaan offensief gewoon harder terugslaan. En dat heeft het risico van een escalatie in zich. Zelfs private partijen het recht geven of de mogelijkheid geven om terug te gaan slaan. Dus dit is ongelooflijk moeilijk terrein. Je zou, als ik dan één ding zou mogen formuleren, dan zou je inderdaad afspraken moeten maken. Wat is de kern van het internet en kunnen we die neutraal houden of kunnen we die vrij houden? Maar zoals ik in de inleiding al zei, China en Rusland denken heel anders over wat een kern van het internet is. Heel anders dan westerse landen. Dus dat is ook een moeilijk debat. Ja. Interessant. Ik dacht, je kunt misschien iets wat je absoluut niet mag doen definiëren, zoals kindermisbruik, zoals chemische wapens zijn. Maar jullie zoeken eigenlijk eerder naar een waarlijk publiek goed, waar iedereen belang bij heeft. Dus een heel andere zoekrichting om houvast te krijgen in die onderhandelingen, dan wel gewoon om te onderhandelen en deals te sluiten, blijkbaar door linkage politics buiten het domein van digitaal ook. Door dat te verbinden met als je niet braaf bent in het digitale domein, dan gebeuren er buiten dat domein dingen die niet heel prettig zijn. Heel goed. Eerste setting lijkt me het moment om, zoals beloofd, het publiek ook in het gesprek te brengen. En ik zag al na 1 minuut heel pikante vraag van Jean. Wil jij die stellen? Die ook gaat eigenlijk over het korte termijn genot en het middellange termijn mogelijk betalen daarvoor.
Kun je jezelf unmuten, Jean, Jean, of doet onze host dat? Inge? Hij is nog gemute, zie je. Oké, okay, nou, het is, dan laat mij hem nog stellen voor Jean of Jean. Die vroeg, we zitten in Zoom. Sorry, ik had het nog niet helemaal door. Ik was even afgeleid. Ja. Mijn excuses daarvoor. Ja, ik had een vraag inderdaad. Dit is natuurlijk een webinar gebaseerd op cyberveiligheid. En dat wordt gegeven op Zoom. En dat vond ik en met mij een aantal anderen toch wel bijzonder. Waarom is het dan toch voor Zoom gekozen in dit geval? Ja, als host kan ik daar iets over zeggen. Dat gaat precies over die trade-off tussen genot en weten dat je daar een prijs voor betaalt. Het is een publiek gesprek dat we voeren, een maatschappelijk publiek gesprek. Dus niet door en door vertrouwelijk. Maar ik vind wel nieuwsgierig naar hoe Huip en Sikko er tegenaan kijken. Huip zei vanochtend bij de check-in, ik zet het niet op mijn eigen computer. Huip? Nou ja, ik vind het een hele goede vraag. Want dit laat eigenlijk wel in het klein hoor, natuurlijk. Maar het laat wel het probleem in het klein zien. En namelijk, wij maken ons afhankelijk van techniek. Wij kiezen ook voor techniek uit gemak. Omdat hetgeen wat het beste en het mooiste eruit ziet, of het beste werkt, dat gebruiken we. We kijken niet naar, maar is het meest veilig? En als je ook ziet, kijk, ik heb geprobeerd dat inderdaad bijvoorbeeld in de browser te doen. Dat is praktisch onmogelijk, werkt het niet goed. Zoom wil je heel de tijd naar een installatie dwingen. En daar zie je ook de dwingendheid van zo'n technologie. En wat doe je als het vervolgens wel ergens geïnstalleerd is? Dan ga je het vaker gebruiken. Dus er is een reden waarom het veel gebruikt wordt, namelijk het werkt ontzettend goed. Maar er is wel een prijs die wij betalen, namelijk met een deel van onze data. En dat laat in het klein het grote probleem zien. Absoluut. Ja. Sikko? Ja, helemaal mee eens. Dit is echt een voorbeeld in het klein van, heel gebruiksvriendelijk. Maar ja, er zitten ook wat negatieve kanten aan. Maar die zijn zo klein, hè, die negeren we eventjes. En bovendien, ja, alternatieven zijn dan of duur of lastig of dat soort dingen. Dus ja, dus wat Huip zegt, precies een voorbeeld in het klein van hoe digitalisering heel mooi is, maar ook wat negatieve kanten heeft. Ja, wij diversificeren inderdaad voor de publieke gesprekken, maatschappelijke gesprekken. Hebben we ervoor gekozen dat wel te gebruiken. Ja, maar het is mooi, hè? Pars pro toto. Dankjewel voor het antwoord. Ja, jij bedankt voor die pertinente vraag. Aldrik Oosthoek noemt dat domein van kindermisbruik. Aldrik, wil jij erin komen? Je moet jezelf toegang verlenen door je te unmuten, Aldrik. Ja. Ik hoop dat het nu werkt. Ja. Super. Ja, dank voor de organisatie. Heel interessant. Mijn vraag kwam eigenlijk door een ander debat wat ik gisteren volgde over van Europol en het Europees Parlement. En die zeiden dat er een toename is van digitaal kindermisbruik sinds de uitbraak van de coronacrisis. Iets wat erg zorgelijk is uiteraard. En tegelijkertijd zie je ook volgens mij deze coronacrisis een aantal platforms gericht op jongeren, op kinderen, zoals TikTok, erg in populariteit aan het winnen zijn. En ik vroeg me af, zien jullie dat soort ontwikkelingen ook gebeuren in Nederland? Het is misschien wat minder tussen statelijke actoren, maar tegelijkertijd wel een zorgelijke ontwikkeling. Dus ik was benieuwd naar jullie beide reflecties hierop. Dank je. Huip? Ja, ik vind het een lastige. Ik ben hier niet heel goed in thuis. Het is meer hij zegt het niet voor niks, een politiekwestie. Kijk, criminaliteit zit overal, zeker ook online. En er zijn altijd redenen om het voor criminelen en voor mensen die misbruik plegen om dat te doen. En die zoeken naar de makkelijke middelen. En ja, technologie biedt heel veel goede middelen daarvoor. Maar of het toeneemt, dat weet ik niet. En of het extra door zo'n crisis wordt versterkt, dat weet ik ook niet. Sikko, heb jij... Ik weet ook niet precies hoe het toeneemt. Ik stel niet heel diep in. Het enige, ja, een beetje een open deur, maar waar ik altijd een groot voorstander van ben, is onderwijs. Dat kinderen, maar ook volwassenen,
gewoon zich bewust zijn van de gevaren van dit soort dingen. Als je op TikTok gaat en volwassenen maken rare avances naar je, dat je weet wat je moet doen, dat het niet oké is. En dat geldt niet alleen voor dit soort misbruikachtige dingen, maar ook voor desinformatie en dergelijke. Mensen ja, kunnen misschien af en toe wat steuntjes in de rug gebruiken, doorzien wat echt is en wat niet. En dan moet je ook niet doorslaan. Je hebt ook heel veel mensen op social media die alles inmiddels nepnieuws vinden. Maar ik denk dat onderwijs toch echt een cruciale factor is in het kunnen omgaan met die negatieve kanten van de digitalisering. Nou, nee, ik moest aan denken dat hype bij, zeg maar, bij de Wereld Draait Door zat, maar zeker ook bij het Jeugdjournaal. Dat is misschien dat bij de nieuwe editie van hype er ook gelegenheid komt om dat in het Jeugdjournaal toe te lichten. Dank Aldrik voor je vraag en het op de agenda zetten van dit punt. Remco Spithoven heeft een vraag over de kernwaarden die Hype ook al aanraakte in zijn inleiding. Remco, mag ik jou het woord geven? Ja, thanks. Ik ben zelf ook actief als onderzoeker op dit gebied. En ik verbaas mij over het punt dat de vrije informatiedeling nog zo prominent staat in hoe wij kijken als Nederland en ook de overheid, de Nederlandse overheid, kijken naar het internet. Want volgens mij vervult het internet momenteel een super vitale functie. Kijk vooral ook naar deze crisis, hoe wij toch verbonden blijven met elkaar. En is eigenlijk de hele houding ten opzichte van het internet louter en alleen vanuit vrije informatiedeling, die overigens historisch prima te verklaren is vanuit de commercialisering van het internet. Volgens mij is die houding van het alleen kijken naar het internet vanuit vrije informatiedeling niet meer zo houdbaar. En het is eigenlijk de vraag, hoe zouden we daar wel mee om kunnen gaan en hoe jullie daarnaar kijken? Dank je, Nicole. Ja, ik snap, in tegenstelling tot wat zou ik willen vragen? Dus, Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar de publieke waarden, waar langs wij naar allerlei andere zaken binnen onze samenleving kijken. Dus we kijken naar vrijheid, we kijken naar privacy, we kijken naar allerlei van dat soort waarden, ook naar veiligheid. Daar zat ook weer de vraag van gebruikersgemak zit daarin. Het zijn allerlei complexe samenstellingen van verschillende waarden, waarlangs we naar allerlei dingen gewend zijn om te kijken, zeker in een democratische rechtsstaat. En wat mij verbaast is dat hierover het debat eigenlijk heel grotendeels uitblijft. En ik vroeg me af, hoe kijken jullie daarnaar? Als je dus kijkt naar de functie die het internet vervult. Ja, dat is duidelijker. Ja, dank je. Nou ja, dat is volgens mij een terechte observatie. Overigens zijn er wel initiatieven geweest. Dus de WRR heeft, raad ik iedereen aan om te lezen, een heel goed rapport, een zinnig rapport geschreven over de publieke kern van het internet. Dus wat zou dat moeten zijn? Wat is dan eigenlijk die waarde van dat internet? De moeilijkheid is dat je een beweging ziet in de afgelopen jaren, waarbij dat het internet deels onvrijer wordt en niet meer van alleen maar van de gebruikers is, maar vooral gekaapt is door overheden of grote bedrijven. Grote bedrijven natuurlijk, de vijf grote techbedrijven, die zijn ook nu weer veel groter geworden. En die zijn zelfs zo groot, dus die vijf, hun aandeel op de beurs is in 30 jaar niet zo groot geweest als van de vijf grootste bedrijven. Dus dat laat zien dat internet is niet helemaal van iedereen. Dus je zou moeten definiëren van wie moet het zijn. En hoe vinden wij dan dat het moet zijn. Maar dat betekent dus ook dat je moet verhouden tot die grote bedrijven. En je ziet daar dat ook politici hier op de Tweede Kamer daar ontzettend mee worstelt. 2019, heeft de Tweede Kamer een commissie opgericht om grip te krijgen op digitalisering. Dat is wel tekenend. We zijn inmiddels 30, 40 jaar onderweg. En nog steeds wordt er dus gekeken van, ja, maar wat betekent het eigenlijk allemaal? Afgelopen najaar voor het eerst zeiden twee partijen van, laten we een stop zetten op het verdere gebruik van gezichtsherkenning. Want ja, we moeten eerst gaan praten. Willen we dit eigenlijk wel? Vinden we dit eigenlijk wel wenselijk? Maar het is allemaal wel heel laat. En het maakt ook duidelijk hoe ingewikkeld dat debat is. En tegelijkertijd zie je dus dat zowel China daar een positie probeert te claimen met eigenlijk een onvrije variant van het internet. Rusland dat ook zijn eigen internet aan het maken is.
probeert zich af te koppelen in situaties van de rest van het internet. Er spelen gewoon heel veel zaken door elkaar. Ja, mooi. Dus ik wil weer iets toevoegen? Of, Ik ben het helemaal met Huip eens. Misschien één kleine toevoeging. Het is ook heel lastig dat wij in het Westen, het democratische Westen, vinden dat internet een bron van vrijheid van meningsuiting, privacy is en dergelijke. En als dat wordt aangevallen door andere landen die er anders over denken, die met desinformatie komen en cyberaanvallen, dat wij dan eigenlijk die kernwaarden van privacy en vrijheid van meningsuiting zouden moeten gaan aanpassen, water bij de wijn doen, om dat te gevallen. Kijk, een soort gekke visieuze cirkel, dat je denkt, maar wacht even, we willen het hoog houden, maar om het hoog te houden moeten we het terugdraaien. Het is een hele lastige spagaat. Dat is heel moeilijk om daar een oplossing voor te bedenken. Maar misschien is dat nog even ook een leuke gedachtespinsel bij. Dank jullie wel. Huip is een inleiding noemde als een van de vier grote consequenties de afhankelijkheid van producten die we niet kennen, hè, van landen die we niet vertrouwen of die een heel andere manier van leven hebben dan wij, andere waardehiërarchieën. Geen democratieën zijn. Wim Wensink is in het publiek en had een vraag die daarop voortborduurt. Wim, mag ik jou de vloer geven? Moet je even op? Ja, heel goed zo. Is het zo gelukt? Ben ik verstaanbaar? Ja, zeker. Dat is fijn. Dank voor de inleiding, Huip. Dank voor de referentie, Sikko. Als het gaat over afwegingen, kaders rondom inzet van digitaliseringsmiddelen, SICO, daar kunnen wij nog een boekje over toesturen. Hebben we ooit nog samen een onderzoek naar gedaan. Mijn vraag ging eigenlijk over de producten, componenten die wij gebruiken voor veel van onze digitale middelen. Die komen uit landen waar we zorgen over hebben. Al was het maar omdat we volgens mij in Europa, als het niet één is, dan zijn het de nul fabrikanten van chips hebben. En alle componenten die je daarmee maakt, ja, die draaien toch al op basiselementen van buitenlanden. Waar je, nou, inderdaad, zoals het Huawei voorbeeld, slecht zicht op hebt hoe die nou in elkaar steken en wat daarvoor minder aardige dingen mee gedaan zouden kunnen worden. Nou, of het nou over mondkapjes gaat of over chips, volgens mij hebben we toch inmiddels een les geleerd over afhankelijkheid van landen ver van ons af. Zou het niet tijd worden dat we, in ieder geval in Europa, wat steviger gaan sturen op zorgen dat we eigen componenten gaan maken? De dingen om chips te bakken, die maken we in Nederland al. Misschien moeten we zelfs ook de chips maar weer gaan ontwikkelen. En twee, is het dan niet ook zaak dat we, dan even in het vervolg van wat Sikko zei over vitale infrastructuur, dat we regels opstellen over wat vitale diensten gebruiken aan componenten, zodat we wat meer van langs die kant ook proberen te sturen. Dank je. Ja, terecht, nou ja, natuurlijk terechte vragen. Kijk, over de chips, we hadden een grote chipmaker in Nederland, NXP, overgenomen door een, eerst bijna door de Chinezen, daar gingen Amerikanen voor liggen, en toen volgens mij door de Amerikanen overgenomen. Wat het niet per se beter maakt hoor, maar misschien dat je punt eigenlijk alleen maar ondersteunt. Het verschil tussen mondkapjes en routers of chips is natuurlijk wel dat mondkapjes, daarvan kan je aan de buitenkant zien hoe ze werken en of ze goed zijn of niet. Niet voor niks zijn er al best wel wat afgekeurd. Dus je weet uiteindelijk wel wat je koopt. Het punt met die routers en chips is dat je uiteindelijk niet helemaal weet wat je koopt. En dat er, sterker nog, dat het aan de achterkant lek kan zijn of open kan zijn, waardoor je een deel van je data of je autonomie weggeeft. En daar zit inderdaad een groot gevaar. De moeilijkheid is, en dat zag je ook in dat hele debat met Huawei, en dat is niet een open debat, dat vind ik problematisch. Maar de moeilijkheid is dat bijvoorbeeld telecompartijen als T-Mobile en KPN zo afhankelijk zijn geworden van Huawei, dat als zij nu zouden zeggen, nou, we nemen een Europese partij, die er is, dan vallen ze eigenlijk om. Want dan, dat kunnen ze economisch niet meer dragen. Omdat hun concurrenten nemen ook Huawei. Dus Huawei is vrij goedkoop. Dat is de moeilijkheid. Nou, dan het tweede punt. Moet je dan als overheid zeggen, oké, er zijn bepaalde vitale processen die gaan we op deze manier inrichten. Nou, die ontwikkeling zie je. Die zie je natuurlijk ook bij 5G terug.
ook hoe moeilijk dat debat is. Eerst leek het erop dat, dat Nederland ging zeggen van nou, laten we vooral niemand uitsluiten uit angst ook voor een economische tegenreactie vooral vanuit China. Uiteindelijk is het wel zo dat landen met een offensief cyberprogramma niet meer mogen meedoen en in de kern van onze telenetwerken, belangrijkste telenetwerken mogen zitten. Dat betekent feitelijk dat China dus, of Huawei daar dus niet meer mag leveren. Dat soort formuleringen worden wel bedacht. Maar we staan daar echt aan het begin. Ja, het is echt appreciatie die voorheen vooral vanuit genot of vanuit economisch perspectief werd bekeken, die nu ook in een context van veiligheid, gezondheid en andere publieke waarden wordt gezet. En de grote vraag is dan, wat zijn die ons waard? Want inderdaad, dat is duurder. En inderdaad, minder fancy mogelijk dan Zoom. Dus wat is die veiligheid in welke context ons waard? En hebben we dan ook allemaal dezelfde belangen bij die waarden? Die Europese landen, het ene wil dan heel snel in de industriepolitiek stappen, maar mogelijk met andere belangen, andere middelen dan een land als Nederland. Dat zijn de grote strategische vragen van nu inderdaad. Sikkel. Je hebt gelijk, Monica. Veiligheid kost geld. En consumenten zijn niet altijd bereid dat te betalen. Ja. Dus natuurlijk proberen af te dwingen. Maar nog één extra puntje op je vraag, Wim. Een hele relevante vraag natuurlijk. Het is niet zo dat automatische fabriek in Europa neerzetten 100% veiligheid garandeert. En misschien komen de componenten nog steeds uit andere landen. Maar ook al bouw je een router compleet in Europa, dan vinden misschien hackers op afstand nog ergens een foutje in de programmatuur waardoor ze binnenkomen. Dus het is een lastige discussie. Ik denk dat hoe meer autonomie je kunt bereiken als groep landen met dezelfde waarden en normen, hoe beter. Maar 100% veiligheid bestaat niet. Je zult toch altijd waakzaam moeten blijven op andere openingen die gevonden worden door kwaadwillenden. Dankjewel. Ik heb hier Merel Schalkwijk en die heeft een vraag die ik ook wel had na lezing van het heel leerzame boek van Huib. Het trof me dat jouw aandacht vooral gericht was op de statelijke actoren en de diensten. En een stuk minder op die andere grote actoren met grote belangen en grote slorpcapaciteit waar het gaat om onze data. Merel, ben je al unmuted? Die heb je weer op mute gezet. Twee keer getypt. Lukt het? Ja, ja. Volgens mij nu. Yes. Ja, dank je. Meneer, heel erg bedankt voor de interessante webinar. Ja, ik vroeg me inderdaad af hoe het zat. We hebben het net natuurlijk al een beetje over gehad, maar hoe het zit met techbedrijven. En als jij dus op statenniveau afspraken gaat maken, of dat het dan nog steeds niet zo kan zijn, dus zoals net hackers werden genoemd, die dan alsnog een gaatje vinden, dat alsnog technologieën worden ontwikkeld, waardoor je eigenlijk zo'n heel gemeenschappelijke afsprakennetwerk weer ondermijnt. Dus dat uiteindelijk die technologieën alsnog ontstaan en alsnog worden gebruikt, alleen dan niet meer door staatsactoren. Ja, dat is een heel goed punt, denk ik. Kijk, de lastigheid is, Google en Apple en al die de grote techbedrijven maken ook hele goede en nuttige producten. Google kan ook ontzettend veilig zijn. Lastigheid is, als je heel erg afhankelijk maakt van Google, weet Google ontzettend veel van je. En Google is een Amerikaans bedrijf. En dus is het makkelijker. Ik wil niet zeggen dat dus die data naar de Amerikanen gaan. Dat is echt niet zo. Maar dus is het makkelijker voor de Amerikaanse overheid om daar inzicht te krijgen met een verzoek in die data. Dat is een gegeven. Wij moeten, denk ik, ons als Nederland kijken hoe verhoud je je daartoe. Is het bijvoorbeeld slim om de medische dossiers van Nederlanders op Microsoft of Google Cloud Service te zetten? Dat gebeurt. Is dat verstandig? Aan de andere kant is het ook, vind ik, een vraag aan gebruikers zelf. Als ik nu in dit webinar zou zeggen van nou, jullie krijgen straks allemaal van mij een boek, gratis, maar ik heb een aantal dingen van jullie nodig. Ik wil graag weten wie je bent, waar je woont, wat je doet, wie je vrienden zijn, welke muziek je wil afspelen, doe ook maar wat foto's van je vrienden, je buren, et cetera. Dan op een gegeven moment gaan er mensen afhaken. Dat is heel logisch. Wat gek is,
deze gegevens geven we aan Amerikaanse advertentiebedrijven en dat doen we vrijwillig. Facebook is eigenlijk niks anders dan een Amerikaans advertentiebedrijf. Dus het begint ook wel bij een keuze zelf maken, denk ik soms. Daarmee wil ik niet de hele verantwoordelijkheid daar neerleggen, want ja, dit soort bedrijven is ontzettend groot geworden en zijn een macht op zich geworden. Maar die macht is wel deels gegeven door onszelf. Als iedereen in Nederland besluit om morgen van Facebook te gaan, bestaat Facebook in Nederland bestaat niet meer. Dan heeft Facebook dus ook niet al die data meer. Daar misschien aan. Ik denk ook als je als internationale gemeenschap, als landen of groep landen, bepaalde normen en standaarden oplegt waar een product aan moet voldoen, en dat kun je reguleren, dan help je ook een heleboel. En het gaat een beetje kort in de bocht, maar ik gebruik vaak die vergelijking met het luchtvaartsysteem. Er zijn allemaal normen en standaarden waar vliegtuigen aan moeten voldoen. Als een bedrijf denkt, nou, ik ga onveilige vliegtuigen bouwen, dan hebben ze geen klanten. En dat zou natuurlijk op het digitale domein ook kunnen gebeuren. Hè? Dat ja, bedrijven misschien wel zeggen, ik heb hier prachtige producten, heel goedkoop. Maar ja, als ze in geen enkel land worden toegelaten, als klanten denken, nou, laat maar zitten, hè? Ik ga niet vliegen in een vliegtuig dat neerstort. Ik wil ook geen programma of router die onveilig is. Ja, dan kun je alsnog die beweging krijgen dat bedrijven automatisch mee gaan doen. Ja, die tussenstap is eigenlijk wel nodig, hè? Om te weten waar je voor tekent, hè, want die 50 pagina's rechten die je dan afstaat, als je zegt I accept, dat is te veel om te lezen. En dan kan natuurlijk een consument zelf die afweging wel maken, maar enzovoorts. Dus enige regulering, dat blijft wel een interessante maatschappelijke en politieke vraag. Wauw, er zijn echt nog 22 vragen gesteld, zie ik. Ik ga er een paar kiezen van een andere soort dan we tot nu toe hebben gehoord. Remco van der Pas die maakt één op één de verbinding met de coronacrisis. Met een vraag die we eigenlijk allemaal graag beantwoord zien voor we in die corona-app stappen. Remco? Hallo, Remco van der Pas, Universiteit Maastricht. En ook verbonden aan Klingendaal. En ik doe onderzoek ook naar COVID en implicaties, niet alleen voor public health, maar ook voor veiligheid en economische samenwerking, et cetera. Ik heb het idee inderdaad dat er nu een katalysator is waarbij er heel veel apps en digitale surveillance en andere middelen ingezet worden om die pandemie te bestrijden. Maar zijn er echt al concrete aanwijzingen dat die ook op een andere manier gebruikt worden? Hebben jullie daar inzicht in? Of enige voorbeelden van? Nou, ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld over de veelgeprezen OVG-app. Dat is een app waarbij je, dat is OVG in Amsterdam mee begonnen, lokaal in het begin van de crisis, om eigenlijk mensen advies te geven of je corona hebt en bij te houden wie eventueel symptomen heeft. En dat is een app die nu landelijk wordt uitgerold. Zo'n app kun je op verschillende manieren bouwen en gebruiken. Je kunt ook op verschillende manieren persoonsgegevens vragen. Voor deze app zijn eigenlijk drie dingen nodig. Je hebt een geboortedatum moet je invullen. Je moet een postcode invullen en je telefoonnummer. Dat is best veel. Want daarmee ben je aardig traceerbaar. Zeker in combinatie met een geboortedatum en de hele postcode. Vervolgens gaan die gegevens niet alleen naar het OVG, maar gaan ook naar de bouwer daarachter. Dat is een commerciële partij. En zijn ook inzichtelijk voor andere ziekenhuizen. Bovendien zijn die data geanonimiseerd, maar we weten ook dat geheel anoniem bestaat niet, gaan ook naar onderzoeksinstituten. En die gegevens worden 20 jaar bewaard, of mogen 20 jaar bewaard worden. Ik denk niet dat alle gebruikers van een app zich dat realiseren. Ik geloof niet dat het OVG slechte bedoelingen heeft, dat kan ik niet zeggen. Alleen, het kan veiliger, of het kan ook privacyvriendelijker. En dan is er nog een punt. Als ik daaraan mee zou doen, dan weet ik uiteindelijk niet, en dit is echt een wezenlijk punt, dan weet ik uiteindelijk niet waar die data bij die commerciële partij gaan liggen en hoe die beschermd zijn. Zijn ze versleuteld? Op wat voor server staan ze? Staan ze op een Amerikaanse server of niet? Daar heb je geen zicht op. Het enige wat je ziet op een website, als je gaat kijken naar zo'n OVG-app, is wij voldoen aan alle privacywetgeving, et cetera. Je wil natuurlijk uiteindelijk weten, als ik mijn gegevens geef en als ik ga praten over mijn gezondheid, waar komen die gegevens dan terecht? Waar staan ze? En dat weet je nooit. Heel fundamentele vragen over een domein van data waar we altijd heel terughoudend waren.
In digitaliseren, delen en nu plots die brug oversteken en in 3 dagen dan een nieuwe app zouden hebben en beslissen daarover. Heel goed dat je die vragen zo ontrafelt. Dank daarvoor. Ik zou nog 2 vragen willen aannemen en dan de 2 inleiders de gelegenheid geven om af te ronden. Maurice Boon en Anouk Pietersen. Maurice? Goedemiddag. Mijn vraag was meer, ging over jouw punt van korte termijn versus lange termijn voor- en nadelen. En ik heb al het gevoel dat nieuwe digitale technieken de oude oplossingen deels overnemen. En je ziet nu ook voor vitale infrastructuur meer digitale munten. Maar bij het Amerikaanse leger zie je dat ze GPS-systemen daar niet alleen maar op willen leunen, maar ook weer Tweede Wereldoorlog systemen proberen te gebruiken. Om daar niet afhankelijk van te zijn. En mijn vraag was voor de overheid, hoe kun je die backup systemen ook up-to-date houden, terwijl je nieuwe digitale systemen toepast? Wat voor incentives kun je de overheid daarvoor geven? Ja. Misschien mag ik Anouk vragen om haar vragen meteen te stellen en dan kunnen de beide sprekers afronden en die vragen meenemen. Ja, dankjewel. Misschien ook een leuke vraag om mee af te sluiten, want Huip, in het boek dat je hebt geschreven ga je terug naar de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar. En ik vroeg me af, wat zijn volgens jullie de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van statelijke dreiging in het cyberdomein voor de komende 5 jaar? Heel goed. If only we would know. Ja, ik wou het zeggen. Heb je nog een uurtje? Ja, ik zou misschien eens gaan beginnen. Ja, dat is, daar zit ook weer heel veel in. Dus hoe, kijk, de overheid heeft ook bepaalde backup systemen. Dat is meer het veiligheidsperspectief. Maar er zit ook een interessant aspect aan die vraag. Het afgelopen september constateerde het, volgens mij het NCSC, dat er een vitaal bedrijf is waar wij allemaal gebruik van maken. Ze wilde niet zeggen welke het was, dus ik ben nog steeds naar op zoek. Als iemand het weet, meld het even. Waar wij dus echt allemaal afhankelijk van zijn elke dag, dat geen enkele analoge terugvaloptie meer heeft. Dat is dus zo gedigitaliseerd dat als er een digitale storing is, nou, bijvoorbeeld zoals dat een paar weken eerder was bij KPN, dan is er geen analoge terugvaloptie meer. Dan kan dat bedrijf niks doen. Dan kan dat bedrijf niet terugschakelen. Je zag het bijvoorbeeld in Oekraïne bij de aanval op het elektriciteitsvoorzieningen. Russische hackers hadden dat uitgeschakeld. Hadden ook de elektriciteitsstations overspoeld met neptelefoontjes. Dus burgers konden niet bellen. En lieten ook een soort sabotagevirus los, waardoor die computers echt helemaal waardeloos waren. Maar de redding daar was dat de medewerkers handmatig die stations nog konden aanzetten. Dus dat er een analoge terugvaloptie was. Je zag ook in het, volgens mij zei de WRR dat afgelopen, en dat was ergens een heel grappig advies. Die zei van, zorg nou dat je altijd wat cash in huis hebt. Dus er is een enorme ontwikkeling richting alles digitaliseren, pinnen, want dat is veiliger. En toen kwam ineens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met het advies van, nou, hou ook wel wat cash geld, want als er een storing is, hebben we een probleem. Dus dat ligt allemaal in het verlengde van deze vraag. Tweede is, ik denk als er een ontwikkeling is dat China machtiger gaat worden en probeert, dat zie je nu op allerlei manieren, technologisch te profiteren van deze crisis. Het zou heel slecht zijn als wij de Chinese manier van omgang met privacy, gezichtsherkenning, maar ook het meten van temperatuur, als we dat soort technologieën gaan importeren en als we die normen gaan meenemen. Een andere ontwikkeling, en daar wordt veel over gesproken, en dat is nog, vind ik ook wel eens moeilijk om te begrijpen en om te vatten wat daar de echte impact van gaat zijn, maar die gaat er zeker komen, is kunstmatige intelligentie. Dus het hackersgroepen die, of het inzetten van software die geautomatiseerd zoekt naar kwetsbaarheden in bepaalde systemen. Dus hoef je het niet meer zelf te doen, maar dan leert eigenlijk dat die software om te kijken naar waar zitten alle gaten. Dat kun je overigens ook defensief inzetten, dus dat kan ook helpen. En een
nog een ontwikkeling op de lange termijn kan zijn de komst van een quantum computer, waardoor eigenlijk alle versleuteling die er nu is onbruikbaar wordt en gekraakt kan worden. Dank je, Huip. Sikko? Twee korte dingetjes aanstippen omwille van de tijd over de komende 5 jaar. Waar ik me zorgen om maak is ten eerste een grote maatschappelijke ontwrichting wereldwijd misschien wel per ongeluk. He, dat niet eens een dader expres een grote cyberaanval uitvoert, maar een kleine cyberaanval die per ongeluk hele grote gevolgen heeft. En dat we al een beetje gezien met NotPetya en WannaCry virussen die wereldwijd gevolgen hadden, ook in ziekenhuizen en dergelijke. Het zijn virussen, computervirussen, en die verspreiden zich soms zonder dat je dat wil eigenlijk. Dat is zorg één, hè, per ongeluk de ramp. En iets anders waar ik me veel zorgen om maak ook is de ontwrichting, de maatschappelijke ontwrichting die veroorzaakt wordt door desinformatie en dergelijke. Het wantrouwen van burgers tegen de overheid, tegen media, tegen de rechtspraak en dergelijke. Dat wordt aangewakkerd, hè, wat hij ook al zei, moeilijk te bewijzen, maar dat wordt wel degelijk aangewakkerd door bepaalde actoren. En het is heel moeilijk terugvechten daartegen. En uiteindelijk kan dat gewoon een maatschappij echt flinke schade aanrichten. Hè? Als de burgers geen vertrouwen meer hebben in de democratie, in de rechtspraak, ja, dan krijg je chaos. Dat is toch een hele korte lijn, eventjes waar ik me wel zorgen over maak. Ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor dit moment waarop we de versneller even op pauze hebben gezet. Jullie habitus van onderzoeksjournalist en onderzoeksdiplomaat, dat inspireert mij enorm. Scherp kijken, ook al zit je in de versneller. Onderzoeken, kuiten bijten, dat hebben jullie beide als habitus. Heel veel dank dat jullie dit uur met ons en het publiek van gedachten wisselden. En heel veel succes bij jullie, goede werk. Dank ook aan de deelnemers in het webinar. Heel erg bedankt. Joe. Bedankt.